Haastig pakken mensen hun spullen in om zo snel mogelijk te vertrekken, weg van het vuur. Al een paar dagen zijn er in delen van Australië hevige natuurbranden. Huizen zijn verwoest en grote stukken land zijn in vlammen opgegaan. De natuurbranden zijn hier, in het zuidoosten van Australië. Vooral rond deze plaatsen verspreidt het vuur zich snel. Dat het zo snel gaat, komt ook doordat het in Australië nu heel warm is, wel meer dan 40 graden. En er staat veel wind. Zo'n 30.000 mensen moesten hun huis uit naar een veiligere plek. So today will be a very challenging day for firefighters and communities, which is why we need everyone to be very alert and aware of what's going on. Zeker 100 scholen in het gebied bleven vandaag dicht. Deze beelden filmde de brandweer tijdens hun werk. Dag en nacht zijn ze bezig om het vuur onder controle te krijgen, maar door de hitte en de wind is dat dus moeilijk. Maar af en toe is er ook goed nieuws. Zo is dit jonge kangeroetje net op tijd gered van het vuur.